Zo Maarten, wat zijn we aan het doen? We zijn op zoek naar schildpadden. En waarom doen we dat met een zaklamp op de landingsbaan? Omdat we net aangeland zijn met een kapotte watertaxi bij de luchthaven van Tortuguero. Dus we zijn al een stukje aan het wandelen. Want na onze faal van vanochtend... eigenlijk van avond, hè? Nou, we hebben 7 kilometer heel hard gewandeld, kon er nergens iets vinden. Maar ik wacht nu bijgelegd. De aanzien is afgebouwd. Ja. Dus onze gids die kwam ons weer terughalen uit de hotelkamer en die zei, kom op, we gaan met de watertaxi naar de andere kant van de stad. En daar zijn we dus nu. Dus we gaan kijken of we zo de schildpad kunnen vinden. Dus we konden geen de resort boeken van 600 euro, maar dan konden we wel landen vandaag. Dat is een mooie film, hè? Ja. Nee, we komen. Ja. We zitten weer op de luchthaven, vlakbij het strand. Je hoort de golven nog op de achtergrond. En de vogels. En we hebben net de zeeschildpad uitgezwaaid. We waren eigenlijk net op tijd. Het schildpad was een groene schildpad, een groene zeeschildpad. Hij was ongeveer een meter groot, best een groot exemplaar. En toen wij aankwamen was hij net zijn eitjes aan het aanstampen. En vervolgens is hij zijn nest wezen camoufleren. Nou, dus hij is denk ik een uur mee bezig geweest. En vervolgens... Is hij ook nog een keer opgemeten door de onderzoekers van het lokale schildpaddenonderzoekscentrum. En die hebben ook nog even een... zender of een nummertje of iets vervangen. Dan hadden we een heel kawaai aan. En daarna was die good to go en is die weer terug de zee ingegaan. Het is best wel bijzonder om te zien tegen wat voor een muur zo'n beest omhoog kan klimmen. Gewoon een grondwal van een meter hoog. Is hij dus gewoon tegen omhoog gekomen en later heeft hij zich daar ook weer naar beneden laten glijden. Dat is echt bizar. Heel bijzonder om mee te maken. Dat is echt wel een bijzondere ervaring. Echt mooi. En nog een tip, als je achter een schildpad staat die zijn nest aan het camoufleren is, ga er vooral niet achter staan, want je krijgt in gezicht een volgende zaad. Oftewel, een mondvol. Goedemorgen. We zijn om 6 uur 's ochtends opgestaan om een boottochtje te maken. Mike, om 6 uur, wij hebben een prachtige vijf. Het idee is dat we een stuk door de jungle gaan varen. En met een beetje mazzel gaan we krokodillen zien. Het is een boottocht, Mike. Oh ja, het is een boottocht. Lage verwachtingen houden. We zijn er dus al vertrokken, dus plus 1. Ching! Wat is er gebeurd? Ja, we hebben een spijker overgereden. We zijn nu bij Dimitri de Tribery van DDT Okekaars, de vestiging in Costa Rica. Daar is de daad, hè?
Dus ja, de auto die staat er een beetje ja, minder goed bij. Maar goed, gelukkig gaat onze Carlos hem fixen en dat doet hij behoorlijk snel. Hij is nu 4 minuten bezig. Dus we kunnen zo weer door. Toch nog in de toek.